Motiverende gespreksvoering is ontwikkeld door Miller en Rolnick en beschrijft de theorie als een faciliterende, cliëntgerichte en directieve methode om de intrinsieke motivatie tot veranderen te vergroten door de ambivalente bij de cliënt te onderzoeken en weg te nemen. Laten we op een genuanceerde manier kijken naar de centrale aspecten van deze definitie om zo wat dieper op deze aanpak in te gaan. Cliëntgericht. Een fundamentele eigenschap van motiverende gespreksvoering is het gebruik van een empathische stijl van interactie. Dit betekent dat je laat zien dat je het gedrag van je cliënt accepteert, ook als je denkt dat dit gedrag de cliënt schaadt. Je hoeft het gedrag niet goed te praten of het hiermee eens te zijn, alleen maar accepteren. Acceptatie laat zien dat je bereid bent om te luisteren, te begrijpen en dat je de cliënt respecteert als mens. Directief. Hoewel de handelingen van de coach laten zien dat het gedrag van de cliënt geaccepteerd wordt, worden deze ook gebruikt om een verandering te bewerkstelligen. Dit kan teweeg worden gebracht door het stimuleren van verandertaal, wat we later zullen beschrijven. Vergroten van de intrinsieke motivatie. Een van de doelen van motiverende gespreksvoering is het vergroten van de interne motivatie van de cliënt om te veranderen. Om de motivatie te vergroten, moet de cliënt ook het vertrouwen krijgen dat hij of zij in staat zal zijn om de verandering te realiseren. Het onderzoeken en wegnemen van ambivalentie. Ambivalentie refereert aan iemands gemengde gevoelens als het gaat om verandering. De motivatie kan vergroot worden door deze gevoelens van ambivalentie te onderzoeken en weg te nemen. Om cliënten te helpen hun eigen ambivalentie te begrijpen en ze tegelijkertijd in de richting van een besluit te sturen, wordt er gebruik gemaakt van reflectie, empathie enzovoort. Door de cliënt naar het gebruik van verandertaal te sturen, kun je ze helpen hun ambivalentie te overwinnen. Verandertaal treedt op wanneer de cliënt de veranderingen die hij of zij zou willen doorvoeren bespreekt vanuit een positieve blik. Bijvoorbeeld het benoemen van voordelen van het stoppen met schadelijk drugsgebruik. Hieronder worden een aantal technieken beschreven die kunnen helpen bij dit proces. Motivatieschaal. Vraag de cliënt om op de schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe gemotiveerd hij of zij is om iets te veranderen. Bij 1 is er geen motivatie om te veranderen en bij 10 staat de wil om te veranderen als een paal boven water. Het kan helpen om een liniaal te gebruiken waarmee de cliënt dit beter kan visualiseren. Nadat de cliënt geantwoord heeft, kun je ook bij een laag cijfer vragen waarom dat niet lager is. Bijvoorbeeld waarom is het een 4 en niet een 1. Als de cliënt uitlegt waarom er toch wel enige motivatie om te veranderen is, leidt dit vervolgens tot uitspraken ten gunste van het doorvoeren van veranderingen. Je kunt vervolgens de volgende vraag stellen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat op de liniaal de 4 naar een 6 gaat? Vragen naar extremen. Je kunt proberen een aantal hypothetische vragen te stellen over het beste en het slechtste geval. Bijvoorbeeld, als je doorgaat met drugs gebruiken, wat is dan het ergst wat er in de komende 5 jaar kan gebeuren? Verhelderen en waarderen. Help cliënten bij het bepalen en verhelderen van hun waarden om meer inzicht te krijgen in de waarden waarnaar ze leven en welke ze niet kunnen waarmaken. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat jouw waarden kunnen verschillen met die van de cliënt. Voorzetten van verandertaal. Wanneer een cliënt verandertaal begint te gebruiken, is het aan de coach om te zorgen dat dit wordt voortgezet. Dit kan op verschillende manieren. Vraag naar details. Op welke manier zou je je beter voelen als je stopt met roken? Reflecteren op verandertaal. Je begint nu serieus te overwegen om definitief te stoppen met roken. Bevestig verandertaal met lichaamstaal. Knikken met je hoofd of verbaal. Daar heb je een goed punt.
Hoe langer cliënten zich uiten in verandertaal, hoe groter de kans dat ze daadwerkelijk veranderen. Meebewegen met weerstand. In counseling heeft weerstand betrekking op gedrag van de cliënt dat tegengesteld is aan het doorvoeren van de gewenste veranderingen. Een algemene reactie op deze weerstand kan een situatie creëren waarbij de cliënt en de coach tegenover elkaar komen te staan. Tijdens motiverende gespreksvoering zal de therapeut proberen om mee te bewegen met de weerstand van de cliënt. In plaats van te gaan argumenteren, blijf je door het toepassen van reflecties zorgen dat de cliënt het gevoel houdt dat hij of zij gehoord wordt. Bij weerstand kun je verschillende reflectietechnieken gebruiken om het gesprek verder te helpen. Uitvergrote reflectie. Reflecteren op uitspraken van de cliënt op een overdreven manier. Hierbij is het zaak om de grens van sarcasme of neerbuigendheid niet te overschrijden. Herdefiniëren. Een nieuwe positievere interpretatie creëren van de gebeurtenissen die een cliënt heeft beschreven. Bijvoorbeeld, de cliënt zegt: mijn ouders zijn me zat, daarom willen ze dat ik naar een afkikkliniek ga. De coach zegt: het klinkt alsof je ouders hun best doen om je te helpen. Maar ze hebben hierin zelf ook fouten gemaakt. Ze weten niet precies hoe ze je moeten helpen zonder je te kwetsen. Dubbelzijdige reflectie. Reflecteer op de uitspraak van de cliënt, maar voeg informatie toe die de cliënt eerder heeft gedeeld en die zijn of haar eigen weerstand tegenspreekt. De cliënt zegt: ik wil niet stoppen met drinken, want drinken is helemaal geen probleem. De coach zegt: je hebt het gevoel dat je drankprobleem niet zo ernstig is, dat je je zorgen erover hoeft te maken. Behalve op momenten, zoals je vorige week vertelde, dat je thuis een woedeuitbarsting kreeg. Wanneer iemand besloten heeft om zaken te veranderen, moet worden gezorgd dat de cliënt het zelfvertrouwen heeft om dit echt te doen. Open vragen stellen over verandering. Help je cliënt zich de gewenste verandering voor te stellen door open vragen te stellen. Een aantal voorbeelden zijn: wat is de eerste stap die je gaat zetten om deze verandering waar te maken? Wat is je valkuil en hoe kun je die omzeilen? Het is moeilijk, maar wat kan je helpen om te slagen? Bepalen van innerlijke kracht. Besteed tijd aan het bespreken van de sterke kanten van de cliënt. Vooral die kunnen helpen om de verandering te realiseren. Als cliënten het lastig vinden om hun eigen kracht en sterke punten omhoog te halen, probeer ze dan in de goede richting te leiden, terwijl je ze ondertussen stimuleert om zelf de antwoorden te vinden. Houd het gesprek gaande door dieper in te gaan op de sterke kanten die de cliënt naar voren brengt. Bespreek successen uit het verleden. Zoek naar voorbeelden uit het verleden waarbij de cliënt positieve verandering heeft bereikt waar hij of zij trots op is. Verzamel informatie over wat toen werkte, over wat de cliënt heeft gemotiveerd en welke vaardigheden zij gebruikt om te slagen. Ook hier is het belangrijk om het gesprek gaande te houden door verder te vragen. Kracht en de wil om te veranderen. Op een gegeven moment zal het duidelijk zijn dat de cliënt besloten heeft om dingen te veranderen en dat hij of zij het zelfvertrouwen heeft opgebouwd om dit te doen. Aanwijzingen dat de cliënt dit punt heeft bereikt zijn minder weerstand, regelmatig gebruik van verandertaal, het uitproberen van de verandering of doorvragen naar hoe de verandering kan worden bereikt. Het is tijdens deze laatste fase van behandeling belangrijk om je cliëntgerichte benadering vast te houden. Vanaf dit punt wil je met de cliënt samenwerken om een veranderplan op te stellen. Doelen stellen. Help de cliënt om duidelijk doelen voor verandering te formuleren. Onthoud hierbij dat je de cliënt zult moeten ondersteunen om zijn of haar doelen te vinden. Een plan maken.
De volgende stap is de cliënt bijstaan in het vormen van zijn of haar eigen ideeën of door keuzeopties te geven. Bij veranderstrategieën horen specifieke handelingen, zoals het mijden van mensen die aanzetten tot het ongewenste gedrag en het aanhalen van sociale banden die je juist steun kunnen bieden als het nodig is. Verder moet er rekening worden gehouden met obstakels en hoe hiermee moet worden omgegaan. Vasthouden aan het plan. Tot slot wil je er zeker van zijn dat de cliënt in het plan gelooft. Als de cliënt het gevoel heeft er nog niet klaar voor te zijn, forceer dat dan ook niet. Stel vragen over mogelijke problemen en pas zo nodig het plan aan. Als het mogelijk is, kan het de cliënt helpen om het plan te delen met iemand die dicht bij hem of haar staat, om zo de betrokkenheid te vergroten en zeker te zijn van steun uit het sociale netwerk. Als de cliënt een veranderplan eenmaal heeft geaccepteerd, is het proces van motiverende gespreksvoering afgerond. Er kunnen daarna nog sessies worden afgesproken om te bespreken hoe het gaat. Om het veranderplan bij te stellen als dingen lastig blijken te zijn en om de motivatie vast te houden door middel van verandertaal.